De digitale wereld en de echte wereld mengen steeds meer met elkaar. Wat betekent dat voor hoe we met onszelf en elkaar omgaan? We leggen de data op ons bord om te kijken wat we van de toekomst kunnen bakken. Dit is Mixed Reality. Welkom bij Mixed Reality, de kookshow waarin onze data niet alleen in de cloud zweeft, maar ook op ons bord belandt. In deze aflevering gaan we weer proeven aan de toekomst waarin de digitale wereld steeds meer onze echte wereld binnenkomt. En hoe dat dan is als je een zintuig mist bijvoorbeeld. En daarvoor hebben we vandaag onze gast, ervaringsdeskundige Bianca Abutan. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Kan je wat over jezelf vertellen? Ja. Ik ben Bianca Abutan en jullie zien misschien aan mij al dat ik een zintuig mis, gezien het feit dat ik een zonnebril op heb. Ik ben slechtziend, niet helemaal blind, maar mijn centrale zicht is verloren. Dus alles waar ik naar kijk verdwijnt, zeg maar, voor mij. Dank voor de uitnodiging, ik ben benieuwd. Ja. Nou, ik ben ook heel benieuwd. We gaan samen ontdekken hoe het is om met hele andere zintuigen die digitale, best wel visuele wereld te navigeren. Laten we gaan bakken. Nou, vandaag gaan we aan de slag met een buffet aan zintuigen. Mm-hmm. En als eerste vroeg ik me eigenlijk af, ik zit best wel veel op Instagram of op het internet. En voor mij is dat een eindeloze stroom aan beelden waar ik langs ga. Maar hoe is dat voor jou? Op wat voor manier navigeer jij je door de digitale wereld heen? Nee, ja, ik navigeer eigenlijk in ieder geval niet met Instagram. Omdat dat voor mij niet relevant is en ik er niks aan heb. Als ik navigeer door de digitale wereld, is dat eigenlijk voornamelijk op mijn gehoor. Ja. Het zou fijn zijn als er ook reuk aanwezig zou zijn. Maar helaas is dat nog niet, tenminste voor zover ik weet, is dat nog niet mogelijk. Maar eigenlijk doe ik bijna alles op gehoor. Ja. Of bijna alles gewoon. Heb je dan ook gemerkt dat je veel meer hebt over moeten schakelen op andere zintuigen? Zijn die zintuigen beter getraind ook? Mensen denken altijd dat je beter gaat horen. Ik ga niet beter horen, maar ik ben wel meer gefocust erop. En ik denk dat mensen die goed zien dat ook zijn, alleen omdat ze ook hun ogen hebben, dat misschien van ondergeschikt belang is. En ik hoor niet beter dan iemand anders dan jij waarschijnlijk. Ik ben er alleen op gefocust. Dus waar jij gebruik maakt van je ogen, maak ik gebruik van mijn gehoor om mij te oriënteren waar ik ben. En in de digitale wereld is dat voornamelijk door het voorlezen van de teksten die er zijn. Of als ik geluk heb, het beschrijven van de plaatjes die te zien zijn. Ja, want als ik nu zou moeten zeggen wat ik zie, dan zie ik eigenlijk niks op tafel, terwijl hier wel ingrediënten zouden moeten liggen. Ja. Maar als ik me ga focussen op andere zintuigen, mm-hmm. Ja, als ik bijvoorbeeld mijn ogen dicht doe. Ja. Nou, wat ik vooral hoor is een heleboel geknisper aan deze kant. Mm-hmm. Wow. Oh, dit hoor ik. Ja. Oh ja. Dit is iets krokants. Ja. Het is een soort krokante koekjes, bijna kroephoek. Ja, ik ruik het ook. En je zegt dat je het ruikt, maar wat kan je nog meer ruiken? Deze tafel? Ik ruik al iets wat een beetje stinkt. Ik denk dat dit een kaasje is. Een kaasje? Een kaasje. Wow. Een oud kaasje. Nou, misschien kan je hem erbij pakken. Ja. Oh nee, dit is een Franse kaas. Ruiken, Nou, die Franse kaas die hou ik liever op afstand. Oké, dus als we ons focussen op andere zintuigen, mm-hmm. merken we misschien andere dingen op. Ja. Nou ja, misschien merk je wel hetzelfde op, maar op een andere manier. Hetzelfde, maar op een andere manier kunnen. Ja, en over het algemeen duurt het iets langer. Het duurt iets langer. Je moet geduldiger worden. Je moet zeker geduldiger worden, ja.
Dat vind ik trouwens ook wel heel grappig, dat de digitale wereld juist op dat snelle gericht is. Ja. En dat je dan toch heel geduldig moet zijn. Ja, dat is waar. Ja, 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 ja. Maar het is niet alleen de digitale, dat is overal, maar ook bij de digitale toegankelijkheid of wereld, hoe je het ook wil noemen, moet je geduld hebben. En geduld hebben in die zin dat, nou ja, als je het vergelijkt met een ziende, dat ik de hele pagina moet doorlezen voordat ik weet waar ik aan toe ben. Ja. Terwijl jij misschien in één oogopslag al hebt gezien waar je naartoe wil, zonder dat je alles hebt door hoeven lezen. Ja, ik zou dat ook in één ooropslag dan willen kunnen doen. Ja. Of één reukopslag. Ja, dat zou mooi zijn. Nou ja, we hebben ingrediënten waar we mee aan de slag kunnen. Ja. Ja, meestal vertelt onze voice assistant Pepper wat we moeten doen. Pepper, wat voor stappen moeten we vandaag doorlopen? We maken een publicatie-request. We nemen contactpapieren en vullen ze met persoonlijke data. Ja, nou, dat wil ik best wel doen, maar zou ik misschien een vrouwelijke stem mogen hebben? Een vrouwelijke stem? Ik ben gewend om naar vrouwenstemmen te luisteren. Ik vind het erg lastig om... commando's van mannen of commando's, vragen van mannen te moeten beantwoorden. Dus zou het over kunnen gaan in een vrouwenstem? Oh, sorry Bianca. Zo beter? Zeker beter. Wil je dat ik het in de koelkast doe? Oké. Dan ga ik dat doen. Als jij mij zegt waar de koelkast is. Dat is aan de linkerkant. We gaan over naar de kookstap. We zijn bij het koken aangekomen. Zoals elke aflevering doen we eerst even onze firewalls om. Ja. Ik zal hem even hier aan je geven. Oké. Dan ga ik ook die van mij omdoen. Er hangt hieronder nog een soort touwtje. Zodat we goed beschermd zijn. Oké. Ja, en dan, dan kunnen we allicht beginnen. Oké, Nikki. Ik zal de lichten dimmen. Ja. Peppa. Waarom heb je... Ja, we kunnen ook in het donker proberen verder te gaan. Ja, dat lijkt mij prima. Dan kan ik ook zeg maar mijn zonnebril afdoen. Oh, ja. Die hoef ik dan niet op. En dan val ik ook minder op. Ja. Ja. Maar voel je je ook comfortabel in het donker? Ja, wel redelijk. Dat betekent dat ik gewoon even zichtbaar ben als jij. En dat ik ook geen last heb van dat mensen... Kijk, als ik mijn zonnebril op moet doen... Dan zien mensen dat er iets met mij aan de hand is. En nu ben ik jouw gelijke, zeg maar, in dat opzicht. Ja. Wow, daar had ik echt ook nog niet over nagedacht. Dus ja. Zeg maar, in die zin zijn we nu in het visuele stuk weer... Anoniem. Ja, maar ook weer een soort gelijk aan elkaar. Ja. Of we kunnen hetzelfde in die... Want je zegt nu anoniem. Heb je het idee dat je vaak anoniem kan zijn? Of dat je verborgen kan zijn voor anderen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb er niet voor gekozen, maar zolang ik een zonnebril draag op momenten waarbij andere mensen dat niet doen, of als ik met mijn hond loop, ja, dan heb ik mijn anonimiteit eigenlijk al opgegeven. Ja. Vind ik zelf, ja. Ja, omdat mensen dan... Nou ja, mensen zien mij. Zolang ik dat niet had, kan ik opgaan in de... menigte. En ja. Nu doe ik dat niet. Mensen zien mij en zullen mij ook de volgende keer herkennen, want zoveel mensen lopen er niet rond met een geleidehond. Ja. Dus dat vind ik het opgeven van mijn anonimiteit. Maar ja, daar krijg ik weer wat anders voor terug. Dus, en dat betekent dat ik ook wat meer vrijheid terugkrijg. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje... tegenstrijdig. Je wisselt je eigenlijk je anonimiteit op voor... Voor zelfstandigheid. Voor zelfstandigheid. Ik zat namelijk te denken... dat ik online ook best vaak het gevoel heb... dat ik mijn anonimiteit moet opgeven... Mm-hmm. Om van bepaalde diensten gebruik te maken eigenlijk. Ja. Dus dat je jezelf herkenbaar moet maken... om iets te kunnen doen in die digitale wereld. Nou ja, ik denk dat hetzelfde voelt... Tegenwoordig, als je ergens op wil komen, dan moet je minstens je e-mailadres opgeven. Als je pech hebt, nog veel meer voordat je verder kan. En dat voelt tenminste van mij hetzelfde als dat ik zeg maar in de normale wereld
rondloop. Ja. Als ik dat wil doen, dan moet ik opvallend zijn, inderdaad. Ja. Ja. En kan ik er niet voor kiezen om onzichtbaar te zijn of niet opgemerkt te worden. Ja. Ik zal eens kijken of ik het... Pepper, zou je het licht niet gewoon weer aan kunnen doen? Sorry, ik kan je stem niet identificeren. Kan je dat herhalen? Peppa, kan je misschien het licht even aandoen? Ik hoor. Identificatie verplicht. Ik denk dat ik mezelf zichtbaar moet maken voor Peppa. Mm-hmm. Omdat we anders niet verder kunnen. Ik ben Nicky Liebrechts, 34 jaar, uit Rotterdam. En kan je alsjeblieft het licht weer aandoen, Peppa? Oké, ik zal het licht aandoen. Oh, licht is waar hoor. Ja. Oké, ik heb hier die kroephoek en die bollen. Ja. Dus het klinkt ook heel krokant. Mm-hmm. Als ik er naar luister. Hou je eigenlijk van koken? Dat vroeg ik me ook nog af. Ja, ik hou wel van koken. Alleen ik... ik hou van koken. Wat voor dingen kook je eigenlijk? Ik kook vaak Indische gerechten. Ja. Dat is ook wat makkelijker. Ik kan geen aardappels koken of wat dan ook. Dus ik... En in Indische gerechten zijn heel veel... in één pan en dan opzetten. Ja, lekker zo'n curry maken waar je alles in kan doen. Ja, waar je alles in kan doen. En dat maakt het voor mij ook wat makkelijker. Wat gaan we met de ballen doen? Nou, de ballen zijn gevuld. Ik denk dat we ze even in de koelkast gaan zetten. En dan kunnen we naar de presenteerstap. Prima, is goed. Nou, we hebben net de bollen gevuld. Mm-hmm. Eigenlijk met de smaken van mensen die we rond zien lopen in de openbare ruimte. Ja. En nu hebben we ons gerecht opgediend. En zien we dat er allerlei verschillende smaken en dingen rondlopen in die openbare ruimte. Allemaal mensen met een eigen data, met een eigen beleving van de digitale wereld. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe je door die openbare ruimte of die openbare digitale ruimte heen navigeert. Ja. Want wat gebeurt er als we aan het kletsen zijn, dan kan je goed verstaan wat er allemaal gebeurt. Maar hoe is dat op momenten dat er allerlei handelingen zijn? Als er allerlei handelingen zijn, een beetje afhankelijk van hoe toegankelijk een website is. Dan wordt dat mij ingefluisterd, laten we het zo zeggen, wat er gebeurt op bijvoorbeeld een video of een film. En dan navigeert de stem mij door de video heen. Dus er is een stem die verklapt eigenlijk wat er gebeurt? Ja, dus die vertelt hoe dit eruit ziet. En als ik dit zo zie, dan zal die zeggen van er liggen... Ik weet niet precies hoeveel ballen, maar een stuk of 10 ballen die verschillend van kleur zijn of van geur. En dan weet ik wat daar ligt en dan kan ik daar mee aan de slag, als ik dat zou willen. En hoe was dat toen je voor het eerst bijvoorbeeld een film ging kijken? Ja. Ik kan me dat nog wel heel goed herinneren, want dat deed ik samen met mijn goedziende broer. En dan krijg je een oortje en die spreekt bij mij in wat er gebeurt. En in de film van Zwartboek, ik weet niet of je die kent, maar daar ligt op een gegeven moment die vrouw in de kist. Maar dat was voor de kijkers nog niet duidelijk, maar mij werd al ingefluisterd wie daarin lag. Dus de clue werd jou al verklapt eigenlijk door je audio-assistent? Ja. Oh, wow. En dan gaat het ook met voetbalwedstrijden. Ik kijk meestal mee, op de televisie. Maar ik heb altijd de radio, luister ik. En die is altijd 10 seconden eerder dan de televisie. Dus als er een doelpunt komt, als ze mij zien weglopen of als ze mij zien... Ik kan me nooit zo goed inhouden. Wow. Dus dan horen ze eigenlijk aan mij al dat er iets aankomt, in de wedstrijd. Maar je weet al dat er gescoord gaat worden. Ik weet al dat er gescoord wordt, of juist niet. Dan, dus ik mag eigenlijk heel vaak daar niet bij zijn. Of ik moet de radio uit. Je wordt geëxcludeerd weer omdat je een voordeel hebt aan dat je het hoort. Ja. In dat opzicht heb ik een voordeel. Ja. Misschien kan je wel een van deze bollen openmaken. Ja? Ik zal je er eentje geven. Hoe smaakt het zo'n, of hoe ruikt het zo'n identiteit? Nou ja, het is altijd lastig ruiken. Het is een bekende geur. Maar ik denk dat ik pas weet wat het is als ik het ook proef.
Dat is een beetje. Kijk, als ik van tevoren weet, ik heb een Indische of Indiaanse maaltijd, dan is dat makkelijker voor mij te herkennen. Maar als ik dat iemand mij iets geeft, out of the blue, dan is het lastig. Ik herken het wel, maar ik kan dan niet precies zeggen van dit is een kruid, dit ruikt inderdaad een beetje Indiaas. Misschien zou je hem open kunnen snijden. Hier voor je zie ik een snijplank en een mes. Oh, dat is de andere kant. Kijk, deze persoon is denk ik goed beveiligd. Ja, want het is moeilijk doorheen. Wow. Oké. Wow, wat zit daarin? Wat zit erin? Het is iets zachts. Oh, dat ruikt zoetig. Het ruikt dus zoetig. De binnenkant is echt wel heel anders dan de buitenkant. Ja. Dus deze persoon die heeft zich goed beschermd. Ja. En die laat zijn zoetigheid niet zo makkelijk prijsgeven. Nee, van de buitenkant zou je niet zeggen dat dit erin zit. Oh. Ja. En is het bij jou ook vaak dat je van de buitenkant niet zo goed ziet wat erin zit? Nou, ik zie helemaal niet wat er in of aan de buitenkant zit. Maar wat ik hoor en wat ik uiteindelijk me realiseer wat er aan de hand is, dat is niet altijd snel duidelijk. Ja. Dus ik moet soms wel eventjes luisteren, ik noem maar wat, als er een tekst op een website staat. Ja, dan duurt het soms wel even een alinea voordat ik weet dat ik op een medische website zit in plaats van een social media website. Oké, dus het is een soort avontuur waar je aan begint zonder dat je... Ja. Nee, dat klopt. Ja. En denk je dat die digitale wereld een houvast kan zijn in zo'n avontuur? In de openbare ruimte bijvoorbeeld? Ja, nou ja, in dat opzicht is het wel heel fijn als ik iemand of iets of een computer of een app mij vertelt waar ik ben en waar ik naartoe kan gaan en hoe mijn omgeving eruit ziet. En dat bestaat al. Dus een navigatiesysteem. Smaakt die? Ja, maar het is lekker pittig deze. Een navigatiesysteem voor mij om mij van A naar B te brengen. Dat is voor mij ideaal. Of in een gebouw, in een ziekenhuis of een museum. Mm-hmm. Waarbij ik zelfstandig rond kan lopen als iemand mij in mijn oor fluistert. Wat ik aan rechts of links kan zien of wat er is. En of ik een trap op en af moet. En dan hoef je ook niet meer de hele tijd te zeggen, hey, kan je me helpen? Hey, kan je dit doen? Maar dan kan je dus met die technologie... Dan kan het op basis van wat ik doe... Ja, dus als ik al loop, dan merkt hij dat ik ergens naartoe ga. En dan vertelt hij mij waar ik naartoe ga. En of ik links of rechts moet, of dat ik over een brug ga en dat er over een watertje ga. Dus dat is voor ons is dat een hele verbetering. Of, dus dat zijn dingen die mij wel helpen om zelfstandig... En in dat geval anoniem of zonder dat ik andere mensen hoef te vragen waar ik naartoe. Hè, dat moet ik nu vaak. Ja. Dus je zou eigenlijk zeggen dat als je op die manier door de digitale wereld wordt ondersteund in de echte wereld. Ja. Dat je dan weer meer anoniem kan blijven. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk een heel mooi inzicht om deze aflevering mee af te sluiten. Mm-hmm. Dankjewel Bianca. Graag gedaan. En ik zou zeggen... Tot de volgende aflevering.